U heeft vandaag het Terras 2.0 event bezocht. Welke tip neemt u mee naar huis? Ik neem de tip mee naar huis dat wij met de alcoholvrije cocktails, dat we daar iets meer mee gaan doen. Kunt u dat proberen iets verder uit te leggen? De markt zeg maar, van alcoholvrij is vrij beperkt. Zeg maar. Wij hebben wel al wat diverse wijnen, zeg maar. Ook alcoholvrij. Zwangere dames, noem maar op. Of mensen die gewoon geen alcohol drinken of niet willen drinken. En dan wordt het de Sudriance en de tonic en dat soort dingen. En nu kunnen we daar iets meer mee gaan doen. Ik denk dat een goede zet is. Dus vandaar. Ik ga met de tip naar huis dat gastvrijheid niet is aan te leren, maar wel te adopteren of af te leren. Hoe gaat u dat in de praktijk toepassen straks? Daar ga ik nu goed over nadenken en op papier zetten. De tip die we meenemen is denk ik nog meer social media. Kijken wat mensen over je zeggen en daarop inspelen. En wat hun gebruiken, dat ook zelf gaan gebruiken. Mijn tip is om meer uit de social media nog te gaan halen. Ik doe er nog te weinig mee. Ik heb vandaag gezien wat je er allemaal mee kan bereiken. En heeft u al enig idee welke sociale media dat gaan worden? Voornamelijk Twitter, Facebook, maar ook LinkedIn. Ja, nog beter zorgen voor de gasten en met plezier behandelen en dat soort dingen. Dus, Ik ga ervoor zorgen dat ik echt elke gast ga begroeten. Dus elke gast die ik nieuw tegenkom in de zaak en ook beter al mijn collega's ga begroeten. En dan de buurvrouw? Ja, ook hetzelfde beetje. Een beetje de sfeer creëren, dus dat je met je team een leuke sfeer creëert, waardoor gasten ook blijer zijn, waardoor je minder problemen ook kan verwachten, denk ik. Ik ga morgen Google Alerts gebruiken. Waarom? Omdat ik dan in de gaten kan houden wat er allemaal gebeurt in de social media, wat er over mij verteld wordt. En u heeft het idee dat u daar nu nog te veel van mist? Dat weet ik niet. Nu moet ik het allemaal zelf opzoeken. En ik heb gehoord vandaag dat met Google Alerts het heel makkelijk is om dat te volgen. De tip die ik iedereen wil meegeven is, voel je goed, dus voel in je sas op het terras. Ja, wij als Cent in Hotel de Roskam hebben heel veel geleerd van een collega. Die kwam met een heel leuk idee van je moet een tweetbon introduceren. Dus ergens een leuk pakje verstoppen in de gemeente waarin je een leuk diner aanbiedt zeg maar, voor twee personen. En een soort zoektochtje organiseren waardoor je meer volgers krijgt. Dus dat heb ik zoiets van, dat gaan we gelijk organiseren. Oké, heeft u daar nog iets aan toe te voegen? Nou ja, het is ook natuurlijk belangrijk dat we weten hoe dat onze gasten bij ons komen en hoe dat ze ons vinden. Hoe dat ze de regio vinden en daar komen. Dus we gaan ook eens kijken op Google Alert hoe dat we daar naar voren komen. De negatieve opmerking van een gast omdraaien in het positieve. We hebben al een aantal hele leuke suggesties en ideeën voor opgemerkt. Wie is een gast om mijn dag te verzieken? Kunt u al een beetje uitleggen hoe u denkt dat te gaan doen? Gast die vervelend kan reageren en daar dan zo dubbelzinnig positief op reageren dat hij waarschijnlijk wel doorheeft van dat had ik misschien anders moeten doen. Gastenservice blijft hetzelfde, maar het maakt mijn dag in ieder geval fijner.